Mijn verwachting voor vandaag is heel veel informatie te krijgen. Ik hoop wat meer te leren over wat we in Zwolle aan de toekomst kunnen doen qua klimaat. Ik hoop dat er goede ideeën uitkomen vandaag. Ik wil graag weten welke technieken we kunnen toepassen en dat het betaalbaar wordt. Je krijgt een machteloos gevoel als je ziet wat de ontwikkelingen in de wereld zijn. En als je dan zoiets mee kan, mag doen, dan vind ik dat heel prettig. Deelnemers gaan vandaag heel veel informatie krijgen van allemaal verschillende experts. Ze zullen echt hard moeten werken. Het wordt leuk, maar ook wel een zware dag. Als je uitrekent, en wij laten onze studenten dat regelmatig doen, hoeveel batterij je nodig hebt om in de zomer stroom van je zonnecellen op te staan en in de winter in je huis dat te gebruiken, dan moet je misschien wel een ton of zo investeren om dat voor elkaar te krijgen. En dan moet je ook nog een hele kelder hebben om dat allemaal neer te zetten. Ook als je kijkt naar bedrijventerreinen, wat er daar gebeurt, valt er vaak nog veel meer energie te besparen dan dat we doen. Dus dat staat wat mij betreft echt met stip op 1. En daarna duurzaam opwekken. Wil je duurzaam waterstof hebben, dat wil zeggen waterstof geproduceerd met duurzame bronnen, dan heb je heel veel duurzame bronnen nodig. Mijn schoonzoon komt uit Amerika, die is ook in Nederland komen wonen. Die ziet in één keer al die regels op zich afkomen. Als je dat ziet, dan denk je, hier begin ik gewoon niet aan. Dat is gewoon maar veel te ingewikkeld. En dat geldt voor al die doelgroepen van help ze. Om ze te overtuigen dat je niet denkt van misschien moet ik het later wel terugbetalen. Zodat er gewoon duidelijkheid is dat je geen fouten kan maken. Omdat we dus bij de mensen achter de voordeur komen die zich hebben aangemeld vanuit het feit, hey, mijn energierekening is hoog of ik heb hier recht op of ik merk toch, noem het maar op. Merk je toch dat je over die drempel komt bij die mensen en kan gaan zien wat er in die woning speelt. Dus in de straat wordt er dan heel vaak gezegd, ja, wat boom, ik wil wel mijn auto voor mijn deur houden. We zijn aan het einde van de tweede dag van Burgerberaad, waarin deelnemers de hele dag bezig zijn geweest met informatie tot zich nemen. Ze hebben in heel veel verschillende rondes allerlei experts gesproken over heel veel verschillende thema's en onderwerpen. Dus ze gaan tollend naar huis. Ook leuk om gewoon van elkaar meer te horen wat voor dingen mensen bedenken bij verschillende onderwerpen. Veel verschillende invalshoeken van iedereen, dus dat was heel erg leerzaam om te horen van elkaar. Ook de enorm veel dilemma's en dat er heel weinig, niet een goede communicatie is hier in Zwolle, dat is dus nu heel wel duidelijk. En ik hoop eigenlijk dat we binnenkort ons advies zo kunnen uitbrengen dat er wat meer verbetering in Zwolle komt voor wat betreft het klimaat. De volgende keer gaan we nog meer expertise krijgen en gaan de deelnemers ook vooral met elkaar in gesprek. Want ze vergeten vaak wel eens dat ze al expert zijn, namelijk inwoner van Zwolle. Iedereen heeft ervaringen, iedereen heeft zelf dingen meegemaakt en al die expertise is ook heel belangrijk in het geven van een goed advies.